Ronde van Overijssel, min of meer een thuiswedstrijd. Hoeveel is die editie voor jou? Dit wordt mijn vierde editie. Ik rijd al 5 jaar op deze ploeg en ik heb hem 4 keer mogen rijden. Je hebt 4 keer mogen rijden, hoe zijn die voor jou tot nu toe gegaan? Het eerste jaar is reken dienst voor Johnny Hoogland, Bram Schmitz. Veel moeten werken, veel pijn geleden ook. Met het jaar eigenlijk beter gaan rijden. 2 jaar geleden heb ik 200 kilometer in de kopgroep gezeten, kwam ik 5 kilometer tekort. En vorig jaar op 200 meter wou ik de sprint aangaan achter Jesper Asselman die tweede wordt en schiet met een kramp in mijn rechterbeen. Dus zat er ook helaas geen ereplaats in. Maar het gaat elk jaar beter en ik vind het echt een super mooie koers. En nu met 2 dagen en jouw specialiteit tijdrijden? Ja, proloogrijden vooral. Kijk, tijdrijden die mag niet langer dan 15 kilometer duren voor mij. Dan wordt het toch al iets minder. Een proloogrijden kan ik redelijk goed. Nu ook nog vooral mijn trainingsrondje. Dat ik wel denk dat ik goed kan rijden. Ik zeg niet dat ik voor de overwinning ga, maar ik ga hem wel heel goed voorbereiden.